Maar top Ajax, dat weten we nog allemaal niet. Dat weet jij niet? Dat weet ik zeker niet. Als jij het weet, dan... Ik weet het ook niet. Nee, man. Ik zou ze even bellen straks naar Ajax. Jij hebt wel goede contacten, hè? Ja, tuurlijk. Ja? Altijd. Ja. Ja. Hey, hoe is het, man? Goed, man. Met jou? Goed. Lekker? Lekker. Ga zitten. Kijk eens, een shirtje mee. Ah, top, man. Dank je. Hey, hij loopt hier nog steeds, hè? Ja, man. Je moest de groetjes doen, man. Van Jacob. Ja, hij is een legend, man. Ja, echt. Toen ik hier speelde, was hij er al. Ja? Ja. Dat is lang geleden. Die man gaat nooit naar huis. Ja, man. Hij zit alleen maar hier. Een harde werker. Ja. En zijn zoon gaat het straks overnemen, man. Ja? Ja. Hey, kijk... Mondkapje op. Ja, jij. Hé, hey, moet je even tekenen, man? Ja, heb je een drobbeltje? Slecht? Ja, tuurlijk. Drobbels. Ah, stuk. Af en toe, papi, man, lekker. Ja? Ik heb gisteren gezopen, jongen, bij mijn zwager in het café. Was het gezellig? Ja, was dat leuk. 1:30 was ik thuis. Oh, prima. Ik zie ook, je traint veel, hè? Huh? Veel kickboksen. Yeah. En zo. Ja, jij ook toch? Kickboksen? Ja, ik doe het wel eens, man. In de vakantie en zo. In de coronatijd. Ja, bij een maat van mij, man. Heeft een gym en dan lekker slaan, lekker rammen. In Bussum of Bussum, zo? Ja, man. Oh. Ja, man. Woon je wel hier? Ja, man. Ik woon hier in Hengelo. Ik woon echt hier 5 minuten vandaan. Alleen? Ja, alleen. Ik heb wel een vriendin. Die woont in Amsterdam dan. Oh. Maar ja, we gaan ook best lang samen. 6 jaar. Maar ja, zij woont in Amsterdam en zij heeft de werk en alles daar. En ja, ik ben gewoon hier. Jezus, maar we willen wel graag samenwonen, hoor. Ja, dat is toch wel leuk. Ik hoop wel dat het volgend jaar gaat gebeuren. Dat ze hierheen komt. Ja, nee, of... maar, nou, ik denk dat jij terug gaat naar Amsterdam, hè? Ik weet dat niet, man. Maar ja, weet jij wel. Nee. Is er wel interesse, want ik hoor daar en dit en dat. Ja, hier en daar hoor je het in de media, maar ja, weet je. Ik wacht gewoon af of ze komen of niet. En, dus zijn er niet geweest? Hè? Nee, nog niet. Ik had slecht liegen. Nee. Dat was wel mooi, toch? Maar je wil ook een stap maken nu, ja, toch? Tuurlijk. Want dit is mijn 7e seizoen al bij FC Twente. En ja, je wilt graag een... 7e seizoen al? Ja. Godzame. Ja, eerste jaar onder 19 en daarna, het jaar daarna maak je al je debuut in betaald voetbal. Ja. Yeah. En dan kom je bij het eerste, man. Lekker, man. Ja. Dus 7 seizoen al, hè? Ja, gaat snel, hè? Ik dacht een jaar of 3 of zo, 4. Nee. Maar je was eerst speler, toch? Hoor. Ja, man. Bij Almere City, man. Met wie speelde je daar? Met Dankerlui, wat ik nog wel. Ja. Dat is, hij is eigenlijk als enige doorgebroken. Oh, die okay. Nu bij Groningen speelt. Ja. Daarna ging hij naar Ajax en nog bij Willem II. En ja, man. En waar speel je? Op het veld. Ja? Ja, nummer 6, rechtshalf. Beetje spelverdelen, nee, stofzuigen, niet. Ja, man. Oh, dus daarom heb je ook die feeling voor als je, zeg maar, je kan gewoon meevoetballen. Ja. Dat is ja, wel vet, je houdt, dat is je ja, voordeel, hè? Ja, zeker, man. Je bent gewoon een 11e persoon die rust kan houden, eigenlijk. Ja, dus, ja, lekker, leuk, man. Dus die kan nog een keeper een keer aanspelen. Ja. Dat is ja. Wel lekker, man. Ja, man. Ja, en ik kijk heel veel naar Onana als ik eerlijk ben, man. Die man blijft zo rustig. Ja, normaal, hè. Dus, kalm hij is. Ja. Nou, ik speelde dat met Van der Sarro in de Nederlands elftal. Ik durfde geen bal terug te spelen op hem, hè? Nee. Nee, wel. Hij was ook best wel goed, hè? Met, tenminste, voetballend niet zo goed, heel goed, maar keepend, ja, geweldig natuurlijk. Ja, dat is mooi. Dat is een mooi vak, man. En wie is je voorbeeld dan? Wie heb je een voorbeeld? Ja, Ter Stegen. Ter Stegen, ja? Ook met meevoetballen, hoe hij uitkomt, hoe hij in die blok komt, die uitstraling, wat hij heeft, zoveel rust aan de bal. Ja. En de dingen dan? Weet hij, van Bayern München? Neuer, ja, ook ja. Zeker een voorbeeld. Maar ja, als ik mag kiezen, ik weet niet, Ter Stegen voel ik gewoon nog net iets meer. Ja, oké. Okay. Hey, en je bent penalty killertje, hè? Ook wel, hè? Word je wel genoeg, of niet? Ja, je pakt hier en daar wel zo'n penalty. Ik pak er wel eens een, hè? Ja, mooi, toch? Ja, dat is geweldig. Dat is leuk, man. Maar jouw vader was ook keeper, toch? Ja, klopt, man. Klopt. Dus je vader is wel trots op je dat je nu ineens weer keeper bent. Ja, zeker, man. Niet ja. Wat kijk, wat ik was eerst spelen bij Almere City en toen ging er een keeper weg en toen spelen ging het iets minder. Ja.
En toen zei mijn vader, ga keeper. Want ik heb wel eens vroeger heb ik wel eens van die dagen meegedaan met Frans Hoek. En als er een keeper uitviel, mocht ik op goal staan. En ik vond dat altijd best leuk. Ja. En toen zijn we een gesprek aangegaan bij Almere City. Want de keeper was weg. En toen zeiden ze, ja, je mag elke maandag keeperstraining doen. En de rest van de week voetballer. En dat ging best aardig. En op een gegeven moment zei de trainer dat ik een keuze moest maken tussen keeper of voetballer. En toen koos je keeper. Toen ben ik keeper geworden. Dat is een goede keuze. Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Ja, want nu zit je in de heel zelf al bij. Ja, geweldig dat. Mooi, echt hè? Mooi, ja. Echt heel mooi. Spannend, hè? Als je de eerste keer kwam. Ja, tuurlijk. Al die grote jongens zo. Dus ja, tuurlijk. Dat is mooi, superleuk. Man. Ik was ook een van de eerste, want ik moet wel op tijd komen, toch? Ik was te laat de eerste keer. Meen niet. Ja, ik kwam echt dik te laat. Een uur serieus? Of zo. Ja, ik zat ergens in Den Haag en ik moest in Noordwijk zijn. Godverdomme, heel verkeerd gereden. Meen niet. Ik had spanning gek en ik zweette. En toen belde ik die advocaat. Ik zeg, ja, trainer, ik ben te laat, sorry. Ja, doe maar rustig aan. Hij zegt, waar zit je? Ik zeg, Den Haag. Hij zegt, wat moet je daar dan doen? Ik zat helemaal verkeerd. Oh. Zo spannend vond ik het. Omdat... En welke jongens waren dan? Ja, Kluivert, de Boertjes, al die van de Zaar, al die grote gasten. Echt al die grote. Ja. Ja. Ze zijn nu ook hele grote. Ja, hè? Ja, loopt wel een paar goede bij, man. Zo. Zeker, man. Dat is toch een eer, man, dat je gewoon heel zelf toch... Ja, man. En dan... Ja, ook wel een beetje geluk ook. Want ja, bij Lo viel uit, hij was als eerste opgeroepen. Ja, Bijlo ook goed, hè? Ja, zeker. Bijlo goede keeper. Ik denk dat jullie de keepers van de toekomst zijn, jullie twee. Heel zelf. Ja, dat wordt wel gezegd, man. Ja, denk ik wel, man. Ja, we zijn allebei nog jong en je speelt allebei op het hoogste niveau van Nederland. Ik kan allebei wel goed mee voetballen. Ja. Jij iets minder, je hebt twee linkerbenen, geloof ik. Ja. Nee, maar dat is toch mooi? Ja, man. Nee, zeker mooi. Maar jij hebt wel veel meegemaakt bij Twente, ook gedegradeerd, van alles gepromoveerd. Gepromoveerd met... geldproblemen, van alles wat. En de clubs, die zijn gewoon zesde staan jullie, hè? Ja, man. Gisteren heerlijke eerste overwinning, man. Jenny, hè? Jenny, ja. Hij was een man of the match gisteren. Ja, zeker. Hij was goed, man. Hij is bezig, hoor. Ik moest ook nog de groetjes van hem doen. Ah, hij is lieve jongen. Ja, topgozer. Echt lieve jongen. Super vet. Ja, het is veel meegemaakt, weet je. Ja, en patat bezorgen en zo. Ja, hè? Bij mijn vader, man. Klopt. Heeft hij patatzaak? Ja, man. Oh ja? Thuis in Haarlem. Hoe heet het? Friethuis. Een friethuis? Ja, man. Dus als je een keer langs gaat, kan je lekker frietje halen. Ik vergeet alles op, ja. Kan je niks meer verkopen, ken die pens. Nee, ik ben wel bezig trainen weer, man. Ziet er goed uit. Ja, ik ben afgevallen in één week tijd. Maar ik heb gewoon 6 keer getraind. Als ik dat iets in mijn kop krijg dan, en ik ga trainen, dan heb ik ook, zeg maar, ik heb een deal gemaakt met mijn manager. Van, als je een dag niet traint, moet je Meijer betalen. Dus ik ga die Meijer echt niet betalen. Nee, ik ga gewoon elke dag trainen. Ik moet 5 keer in de week moeten trainen. Dus hij ook. En als hij niet doet, dan krijg ik een Meijer van hem. Dus dan ben ik helemaal gestoord, zeg maar. Een beetje autistisch erin. Ga ik gewoon vol gas. Ja, ik blijf gewoon trainen. Ja. Heerlijk, man. En doe je alleen kickboksen? Ja, alleen kickboksen. Ja, man. Dat is wel zwaar, hè? Wow. Dat is niet normaal. We doen ook gewoon een zonnetje. Ja, doe maar een klepje of zo. Doe maar klepje dicht, hè? Hou je klepje dicht. Nee, maar ja, dat is wel zwaar, hè? Jij doet toch ook trainen, of niet? Ja, kickboksen? Ja, man. Met een maat van mij, Ishak heet hij. En, vooral ook in die coronatijd. We hebben veel buiten getraind en af en toe ook trainen we binnen en dan gewoon lekker petsen en zo. Maar jij doet toch ook krachttraining en zo? Ik heb ook wel een krachttrainer en ik heb een keeperstrainer waar ik altijd zomers mee train. Dus een paar weken voordat de voorbereiding begint, dan ben ik al lekker warm gedraaid. Dan schrik je even jezelf. Ja, man. Hey, wie was die gozer net, die lange, die net naar binnen kwam? Die riep mij buiten. Jeffrey de Lange was dat. Oh ja. Ik dacht eerst dat jij toch. Ik word echt blind, man. Ik kan niet meer goed zien. Echt een goede maat van mij. Ja. Hij is tweede keeper nu ook, man. Okay. Je hebt ook met hem heb je die broodjes gedaan. Ja, man. Jeffrey was dat. Ja, aardig gozer. Wat een domme zak ben ik, hé. Ah, misschien zie ik hem zo. Dan zal ik hem even vergoeden, man. Ja, lijkt me dat ik arrogant ben. Ja, echt topgozer, man. Ja. Echt. Ja, ik heb mijn vriendin en zijn vriendin zijn ook heel goed met elkaar. Ze heet allebei ook Laura. Oh, ook vergis je niet soms? Soms niet, maar we hebben bijnamen. Mijn vriendin heet Loutje en zijn vriendin heet Lulu. Oh. Dus dat maakt het wel makkelijk. Lulu? Lulu. Wil je ook wel eens wisselen? Partnerruil. Dat niet. Kom op. Ja, maar allebei keeper, man. Voel je er niks van. Kom op, schat. En weet je wat het allermooiste is? Jeffy's tweede naam is Joel.
Nee. Ja, man. Oh. En we zijn allebei keepers, nee. Maar ik ben echt heel goed met hem. We zijn heel goed buiten voetbal. Gaan we heel goed met elkaar om. Ja. Superleuk, man. We leren van elkaar. Heeft die knappe vriendin? Hij heeft een leuk vrouwtje. Ja. Hey, nee, super, maar... super lief vrienden. Nee. Ja. Heel leuk. Ik eet daar ook wel eens. Dus, nee. Ook al eten. Heel ook. Aardig. Godsamme, ja. Straks is het... Ik kan een toetje eten, nee, kan even op de bank liggen en dan, op een gegeven moment liggen jullie met z'n drie ballen te vangen. Nee, dat klopt. Dat gebeurt niet. Hou een klem, hou een klem! Maar hoe heb jij je vrouw ontmoet? Ja, het, sinds ik eigenlijk, ik heb vroeger in Zandvoort gewoond en daarvoor zelfs in Spanje. In Spanje gewoond? Ook, man. Waarom? Waarom? Nee, mijn ouders gingen naar Spanje, ja. Ik was 6 maanden, dus ja, dan moet je gewoon mee. Oh ja, tuurlijk, ja. En dat maar 6 jaar. Na zijn voetbal, naar je vader zijn carrière, want hij was prof ook. Ja, hij was prof, maar hij heeft een blessure gehad, dus voor hem was het al vroeg klaar eigenlijk. Oké. Okay. En toen is hij niet weggegaan? Ja. Toen, ondernemer, ja? Ja, is gewoon ik kom uit een ondernemersfamilie ook. En, ja, toen zijn we naar Spanje gegaan en na 6 jaar kreeg mijn zus en mijn moeder kreeg echt heimwee en ja, we wilden terug en ja. Mijn vader komt uit Zandvoort, dus toen zijn we naar Zandvoort gegaan. Heb ik daar 5 jaar gewoond of zo. Ja. En toen kreeg mijn vader een zaak in Bussum. En toen ben ik naar Bussum gegaan. Ja. En sinds ik eigenlijk in Bussum woon, ja, ken ik mijn vriendin al van kleins af aan. En, al vanaf van het begin, ja, van jongs af aan ken ik haar al eigenlijk. Okay, dus... Ja, nu ga je 6 jaar met haar. 6 jaar alweer? Ja man, de tijd gaat wel snel. En maar wat doe je dan als je alleen bent nu? Want nu heb je gisteren gespeeld. Moest je vandaag trainen? Ja man, ik heb net lekker gym sessie gepakt bij ons herstel. Best zwaar hoor. Daar heb ik water voor jou hoor. Ah, top man, lekker. Maar ja, net zwaar kracht... training? Nou, gewoon lekker krachtbenen. Voor de keepers willen we nu steeds meer in de benen komen, ook voor onze sprongkracht. En ja, kracht bovenlichaam gewoon man. Ja. Net even saunaatje geweest, vind ik altijd lekker. Hou je er ook van? Oh, heerlijk man. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja, nu kunnen we niet, want die sport, ik zit op zo'n sportschool en daar heb je al die sauna's en zo. Ja, dat is allemaal dicht man, dat is echt klotig. Ook een zonnebankje zo, want ik ben echt wit hè. Ja. Godsamme man. Tegenwoordig heb je allemaal middeltjes daarvoor. Ja, ja, doe ik niet hoor. Nee? Dat insmeren zo. Ik deed dat vroeger wel eens in Engeland jongen. Dat je kleur krijgt. Dan regent het altijd toch. Dus heb je van die self-tanning toch? Ja. En dan smeer je in. Er zit geen geur in of zo toch? Nee, heb je hem gezien? Ja, had hem goed te pakken, hè? Had je goed te pakken, maar jij had hem daarna. Ik had hem gelijk terug. Ik ging heel snel schakelen. Ik dacht, hoe kan ik hem nou terugpakken? Ik dacht, ja, heel snel ging dat in mijn hoofd. Ik dacht, oh ja, ja, vuile hond, hij is nat, hij moet droog worden. Ik pak die, ik pak die handdoek. En die had ik echt, ik had hem 's ochtends gebruikt om te, ik had getraind. Ik allemaal afwegen, hup, ballen. Ik zeg, hier. Ja. Lachen, man. Hey, kijk je alles van mij? Huh? Kijk je alles? Ja, ik kijk wel regelmatig, zeker man. Mag leuk wel, man. Je mag wel zo op de foto brengen als je wilt. Gaan we zelf maken. Hey, nee, ja, is goed. Hey, maar voor de rest dan, wat doe je nog voor de rest? Als je dan thuis komt, wat, je zit alleen en je vrouw... Waarom rij je niet naar Amsterdam? Dat is toch vlakbij ook? Of vind je te ver? Nee, dat is te ver man. Stel je voor, je moet dat elke dag rijden. Dan moet je 's ochtends weer vroeg terug en zo. Yeah. Je hebt je lekker je rust, dan kan je lekker focussen. Yeah. Ik game thuis en ja... Netflix en zo. Fortnite, man. Fortnite? Oh, ja, man. Nee, ik niet. En FIFA, man, ook. FIFA? Ja, man. Jij, game jij? Ja, ik doe... Warzone of zo, nee. Ja, je doet Warzone en ik doe Formule 1. Oh ja, racen. Ja, de race. Ik heb zo'n stoeltje. Ik zag ook je story laatst. Dat is vet, man. Echt lachen. Maar doen we online. Maar doe je dat online met andere maten? Ja, Olaf Bol, die Ferris Emoji, Sydney Samson. We hebben zo'n competitie, zeg maar. Oh, serieus? Ja, dat is lachen, leuk, man. Elke dinsdagavond. Ja? Ja, is leuk. Oh, mooi, man. Dus misschien als je een keer interesse hebt. Kan je meedoen? Moet ik even zo'n ding wel aanschaffen of niet? Nee. Nee, dat hoeft niet dat best. Doe hun. Met zo'n... zet ze thuis bij nu. Ja? Ja. Nou, wel lachen man. Dat is echt top. Maar je kan ook een keer naar Noordwijk gaan. En daar mag je dan ook overnachten. Weet je wel, in het hotel van Niels. Waar je, Ja. Daar beneden doen ze altijd... Niet meer in Noordwijk, hè? Dat deed dat zelf dan. Zeist. Zeist, hè? Ja. Is het veranderd, hè? Ja, helemaal nieuw gemaakt? Ja, dat hotel waar ik met Oranje zat was wel bizar man. Mooi man. Ja? Ja, het is helemaal voor het eerste elftal. Want wij zaten altijd in de Noordwijk, ja. Ja. Maar dat was ook wel mooi, of niet? Had je eigen kamer ook? Ja man, ja, heel dag rukken. dat deed je wel vaak, hè? Porno kijken. Ja, tegenwoordig neemt iedereen zijn PlayStation in zomer. Ja. En je kan nog genoeg doen, je kan darten, spelen allemaal spelletjes en zo.
Je moet jezelf wat vermaken ook. Ja, toch? Ja. Het is soms wel. Nou, bij Twente heb je dat niet zoveel, dat je veel weg bent en zo van huizen. Nee, man. En wij rijden zo dat op de dag van de wedstrijd, man. Meen je? Ja, man. Dus dan ga je 's ochtends zeg maar weg naar, en dan naar een hotel? Ja, en dan ga je daar eten en dan slapen. Ga je door. Nee, niet slapen, man. Ook niet slapen? Ook, nee, man. Vroeger was dat wel, man. Ja. Maar ik denk een beetje met de financiële van dingen. Twente, ja. 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 Zoals gisteren speelde je om 7:15 en dan, doe je gewoon een sportmaaltijd op de club. Dan heb je een meeting en daarna rijden. Maar ik moet zeggen, Emmen was ook niet heel lang, hoor. Het was een uur en 10 minuten of zo. Ja, daar is het niet bij, jongen. Ja, leuk. Maar jij kent hier wel de buurt, hè? Ik ken hier, ik heb hier de, al die koeien erbij geneukt. Dus hier, koeien? Al die koeien, man. Ja, man. Ga je maar eens Bromski. Oh, geweldig, man. Ja, die taal is mooi hier, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja, maar ik vind die mensen ook mooi hier. Ja, super, zijn super vriendelijk, ja, allemaal. Eén voor één, ja, zeker. Goed, oh, kut, maar gevelig. Belgisch, maar dat is wel mooi auto dit. Ja, man. Hè? Ja, man. Rijdt lekker zeker? Ja, maar moet je rijden? Nee, man, rijden. Mag wel, hè? Nee, dus kan je zeggen tegen je vrienden, ik heb het in de zaal te rijden. Dat is echt cool. Hey, wat voor auto rij jij? Volkswagen, man. Golf 7. Oh, mooi auto. Ja, ja, Golf. Ja, rijdt die, goed. Van wie is die van de club gewoon? Ja, wie is die blauwe auto net? Die blauwe auto? Ja, die Renault, weet ik het. Ik weet niet, man, misschien van Ramis, man. Ramis? Ja. Ja, man, ik hou ook wel van auto's, man. Ja? Ik eerlijk ben, ja. Wat voor auto koop je als je bij Ajax speelt, zeg maar? Als je geld, echt geld gaat verdienen? Ik zeg je, mijn droomauto is wel een Range Rover, man. Ja, Range Rover, ja, voor je auto. Man. Maar top Ajax, auto. Dat weten we nog allemaal niet. Dat weet jij niet? Dat weet ik zeker niet. Als jij het weet, dan... Ik weet het ook niet. Nee, man. Ik zou ze even bellen straks naar Ajax. Ja, jij hebt wel goede contacten, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Altijd, ja. Ja, het is... Maar en, Ajax is wel dom geweest, man. Ze stonden gewoon 2 keer 6 punten weggegeven. Ze stonden 6 punten los. 2 keer hebben ze het weggegeven. Ja, ze hebben van ons verloren, van Groningen hebben ze verloren. Ja. Dat is het. En ja, gelijkspel tegen Willem II. Zo, je weet wel veel van Ajax, hè? Ja, ik hou het bij, maar ik hou de hele Eredivisie wel bij. Ja, ja? Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk? Is ook leuk, dat is, ja, mooi, man. Kijk je ook veel wedstrijden? Jawel, man. Kijk je ook wedstrijden van jezelf terug? Ja, altijd. Ik analyseer altijd met Boske, man. Meen je? Ja, man. Ik kijk altijd de beelden. Van gisteren, dat doen we dan denk ik dinsdag of zo. Ja. Ik kijk altijd de beelden, wat je beter kon doen, wat ik hier moest doen. Dus nou ja, geef me altijd een goede feedback. Oké. Okay. Ja, man. Vind ik zelf ook wel fijn, man. Hm? Vind ik zelf ook wel fijn. Ja, maar dan weet je wat je moet verbeteren, ja, en zo. Ja, tuurlijk, man. Leer je alleen maar van. Ja. Het is allemaal wel professioneler geworden. Deed dat vroeger ook dan? Of was dat wel minder? Je hebt ook nu zo'n app, man. Kan je al je dingen op je telefoon kan je allemaal terugzien. Al je trappen, Je reddingen. Hou ze allemaal bij. Hou ze allemaal bij. Niet normaal, hè? Alle vrije trappen, corners. Ja, maar toen was het, toen kwam net een beetje dat social media. En ja. Tenminste, toen ik net stopte. Maar daarvoor was dat helemaal niet. Had je wel Facebook, maar dat gebruikte iedereen. Nu is het echt allemaal... Allemaal die technologie heeft alles verbeterd, jongen. Ja. Jullie spelen ook met die metertjes in je nek, toch? Ja, ja, de keepers dan niet. Nee, soms hebben we wel eens, maar de spelers hebben allemaal zo'n GPS in hun nek. En dan kunnen ze precies zien de afstanden en hoe hard je hebt gerend en zo. Ja, bizar, hè, hoe dat allemaal kan. Mm-hmm. Echt technologie, niet normaal. En het wordt alleen maar steeds beter. Hey. Laat staan nog bij de topclubs in de wereld hoe dat is. Ja, ja, joh. Hey, is die ook met eten zo, wat het allemaal... Ja, we hebben een diëtist die goed bijhoudt met voeding en dan bij sommige mensen hebben een minder grote maaltijd dan een ander. Meen je, dus het is eigenlijk verschillend gewoon. Ja, het verschilt echt wat je nodig hebt en zo. En je hebt een paar keer in het jaar met haar een gesprek. En voeding is goed hier, man. Oké, okay, dus iedereen krijgt gewoon het aantal wat hij nodig heeft. Ja. Vroeger was gewoon bij ons was tot zo'n grote pan. En wil je zelf scheppen. Schep erop. Nee, en dan... het wordt ook allemaal voor je gedaan, man. Nee. Alleen op wedstrijddag mag je het zelf doen. Oké. Okay. Dan kan je zelf doen wat je nodig hebt. En dat is gewoon altijd pasta voor de ijs. Ja, kip. Ja. En wie is dat? Die dat is menig, man. Die moet je ook wel kennen, of niet? Met Danilo. Wacht even. Met even die camera. Ja. Hey! Kom dan! Gaan we mee? Kom ik in die serie? Ga je mee naar Amsterdam? Ja, tuurlijk, man. Hé, hey, man. Fuck that. I can reach. Spreek je Nederlands? Nee, man. Nee? Hey, hoe zijn de Nederlandse vrouwen?
of plat? Plat, hè? En we gaan ook keer, ja? We all go together in the car one time. Maar ze willen niet meer op de camera. Waar is die camera? Oh, hier. Zeg hallo, Andy. Hey, Andy. Hé, je moet niet meer scoren tegen Ajax, hè? Donderdag zie ik je. Kan dat niet. Hij moet juist scoren. Hé, hey, ga je? Hé, hey, you go back to Ajax? Ja, let's see what's gonna happen. You score there, man. You score here also, you can play in Ajax also. No problem. Ik weet het niet. Ik had gisteren gezopen, joh. Dus ik denk, doe pet op en... Ik had net een bril op, maar... Yeah, it's cool, man. But it's too small to pull your head, bro. I know, I have a big head. I have a big fat head. There we go. Ik spreek je. Ik ga je een berichtje sturen, ja? Ik pak je nummer van hem. Ja, komt goed. Later. Ciao, boys. Ciao. Oh, oh, pas op. Hey, Jeffrey! Dat is Ennio, man. Oh, wie is dat? Dat is de derde keeper. Oh, oké, okay. Ben je? Van de Gouw. Ken je die pa? Ja? Ja, man, dat is de zoon. Van de Gouw, ik ben 60 gekeerd. Ja, man, dat is de zoon. Oh, meen je niet? Zoon, ja, is die goed? Ja, man, zeker. Goed. Oké. Okay. Is die jong nog? Ja, hij is, hoe oud zou hij zijn? 19, denk ik nu? 20, 19 of zo? Oh, oké. Okay. Ja, man. Zal ik Jeffrey even bellen om goed afscheid te nemen? Ja, man, doe maar. Ja, zeker? Ja, ja. Ja, misschien is hij ook weg, ik weet niet. Oh. Even maar even bellen, maar. Nee, is goed, man, is goed, Andy. Was gezellig, ja, man. Ja, was gezellig. Lachen. Zing hem maar... Doe je best en... Ja, man. Misschien ook houden contact. Ja, we houden contact. Als je dan Ajax tekent, dan wil ik wel een shirtje van je ook. Komt goed. Oké. Okay. Afgesproken. Is goed, vriend. Is goed, vriend. Doe je best. Ja, was gezellig. Ciao. Yo, later. Blijf zichtig. Ja, kom goed, vriend. Yes. Yo. Goed, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ja, mensen, dat was Joël Drommel. Ik denk de toekomst van het Nederlands elftal. En ja, gewoon een goede keeper. Wees je shirt winnen. Weet je wat je moet doen? Gesigneerd is die. Even abonneren. En mij even volgen op Instagram en die van de Meiden 7. Bedankt voor het kijken, lieve mensen. En we gaan weer door naar de volgende. Later.